Sorry mensen dat ik de hele tijd zo laat ben met mijn filmpjes, maar mijn leven is ook zo turbulent. Wat? Turbulent? Ja. Maar het goede nieuws, het WK is weer begonnen. Yay! En Nederland heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Yay! En Nederland heeft de tweede wedstrijd gewonnen. Yay! En alle supporters hebben een vuvuzela. Yay! Nee. Luister mensen, de vuvuzela verpest niet alleen voetbal. Het verpest... alles. Jongens, laten we even danken voor het eten, zullen we? Ja, dat is goed, schat. Want we hebben holy shit! Krijg nou wat een brief van de loterij. Miljoen? Holy shit. Ik heb een miljoen gewonnen. Een miljoen. Oh. Ik ben rijk. Nee. Niet mijn miljoen. Wat doe je mee? En dat waren een paar kleine voorbeeldjes van waar de vuvuzela opduikt sinds het WK en levens ruïneert. En niet te vergeten je gehoor. Wat in het geval van de vuvuzela helemaal niet erg is, want nou kan je tenminste weer van voetbal genieten. Hold! Ja, zo is het ook niet leuk! Jongen. Serieus, wie vindt de vuvuzela nou fijn om naar te luisteren? Het klinkt toch ook helemaal niet fijn? Nee, maar even zonder dolle. 1 of 2 vuvuzelas op de tribune is leuk, maar dit is gewoon helemaal kut. Als iedereen het gaat doen, wordt het gewoon vervelend. Dat snappen jullie toch? De rust tussen de twee speelhelften voor de spelers begint voor mij ook een soort rust te worden, zodat ik even van die vuvuzelas verlost ben. Maar wat vinden jullie eigenlijk van die vuvuzelas? Verpest het voetbal of luister je graag naar het gezoem van 15.000 hommels op een hete zomerdag tijdens een mooie wedstrijd? Laat de reactie achter, ik ben heel erg benieuwd. Dat was het weer voor deze week, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, vergeet het niet te delen met je vrienden. En ik zie jullie volgende week weer. Hopelijk wel op tijd deze week. Nee, volgende week. Volgende keer, nee. Op tijd. Dingen. Hold!